En dat zijn mega schone bloemetjes. Ja. Maar dat vinkroeskruid moet je wel mee oppassen. Mm. Moet je eigenlijk vanaf blijven. Dat is heel lang gebruikt geweest in de reguliere farmacie. Prachtig. Die stof die daarin zat, digitaline. Ja. Ik weet niet specifiek wat dat doet op het hart. Maar het gaat iets in je hart gaan reguleren. Maar als je juist een hoeveelheid te veel neemt, dan gaat die zodanig gaan reguleren dat... Ja, vroeger werd dat wel gebruikt, maar zoals ik zei, een klein beetje te veel. De rechter, iedereen die wat meer hangt nog. Die wat mooi, oh, ik zal hem gaan plukken. Ken iemand die het in zijn mond heeft gestoken? Dat is wat ik niet toegegeven van in mijn mond steken. En die zei dat zijn tong direct begon te zwellen. Ik ga je dat niet aanraden om dat te proberen. Dat heeft totaal geen zin. Vingeroeskruid. Dus dan had je daar wel verder aan kunnen. Nee, niet alles op het wat je ziet.